Dank u, voorzitter. Volgens mij sluit mijn betoog aan bij in ieder geval de inleiding van mijn collega van de SP hier naast mij. Want kabinet Rutte 1 begon met het decentraliseren van het natuurbeleid. Die besluitvorming versnippert minder geld en grof minder natuurgebieden. En nu jaar later komt dat terug als een boemerang. Nu moeten we ineens weer miljoenen investeren omdat het met de natuur in Nederland zo slecht gesteld is en we anders niet uit die stikstofcrisis komen. En na Rutte 1 kwam kabinet Rutte 2 en die decentraliseerde de jeugdzorg. En ook die verkeert inmiddels in diepe crisis. Het hele land en de gemeenten die het niet meer kunnen bolwerken en daarom ingrijpend moeten bezuinigen. We bovenal zijn er jongeren die onvoldoende zorg krijgen. En nu is er het kabinet Rutte 3 dat het decentraliseren van het ruimtelijk beleid doorzet. En ondanks de kritiek en groeiende zorgen houdt het kabinet vast aan de snelle invoering van de omgevingswet. En het valt wat ons betreft te raden hoe dat gaat uitpakken. We steven af op een wederom decentralisatie die wat ons betreft gedoemd is om te mislukken. En toen bij de hoorzitting een vraag werd opgeworpen over de wet, of we deze wet wel door moesten zetten, reageerde mijn collega van de CDA enigszins geïrriteerd dat we de discussie over de inhoud en de invoering van die omgevingswet niet steeds opnieuw moesten blijven voeren. En volgens mij hebben we ook dat vandaag weer gehoord. We moeten gewoon door met die inwerkingtreding ervan. Maar je doof houden voor alle kritische geluiden die er zijn en maar doorstomen is de methode die juist crisissen veroorzaakt. Om te voorkomen moeten we hier nu, net als in de Eerste Kamer, kritisch kijken naar de wet en luisteren naar de waarschuwingen. Er zijn namelijk redenen te over om deze wet niet door te zetten. En allereerst is de huidige realiteit een totaal andere dan toen dit wetstraject werd ingezet. In 2014 leek het nog alsof alles kon. We waren herstellende van de crisis en voor vele partijen stond één ding vooraan, de economie moest door. Dus daar waar het benutten en beschermen van de omgeving elkaar dwars zat, werd de oplossing de omgevingswet. Die had namelijk als uitgangspunt dat je én kunt benutten en kunt beschermen. En in 2020 zitten we echter in een omvangrijke stikstofcrisis, waarvan de eerste aanzet tot een oplossing die veel zich een titel had, niet alles kan. Oftewel, de hele basis van deze wet, dat je én kunt benutten en kunt beschermen, staat op de helling. En zien de minister, en misschien gelukkig hoop ik ook al mijn collega Kamerleden, dat dit betekent dat we echt deze wet zouden moeten heroverwegen. Helemaal nu we in 2020 met omvangrijke crisissen te maken hebben en deze wet echt niet meer van deze tijd is. Een tweede reden is dat de wet inhoud en vorm heeft gekregen. Lang was het een leeg kader. Een kader wat wij als Partij voor de Dieren als onheilspellend vonden, maar goed, nog wel weinig concreets te melden was. Inmiddels zien we dat er beschermende normen worden geschrapt, dat inspraak wordt beperkt en vooral ook dat de beloofde winst, de vereenvoudiging, uitblijft. En sterker nog, juristen, toch diegenen die met deze wet moeten werken, waarschuwen ons juist dat de omgevingswet het werk vele malen onoverzichtelijker en complexer gaat maken. En een derde reden om de invoering nu niet door te zetten is het feit dat men er simpelweg nog niet klaar voor is. Zoals we hier al meerdere mensen hebben gesproken en zoals recent in verschillende media ook naar voren kwam, zijn er grote onzekerheden over de tijdige invoering van de wet. En de minister schrijft dan, het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn. Tja, maar nu doorduwen is wat ons betreft het onverstandigste dat je kunt doen. Dus de Partij voor Dieren vond deze wet vanaf het begin een voorbeeld van bestuurlijk hooliganisme en ziet de wet het liefst in de prullenbak verdwijnen. Maar ook iedereen die ooit dacht dat dit een goed idee was, roep ik op om eens stevig te gaan bezinnen. Laat de denkbeelden uit vorige decennia daar waar ze horen in de jaren 10. Omarm nou die nieuwe tijdsgeest van 2020. Niet alles kan meer. Dank u wel.